Global News, het nieuws van 8 uur. Goedenavond. Dit satelliet laat toe om goederen en personen te dematerialiseren en dan te transporteren richting de kolonie op Mars. Er gaan stemmen op dat in de nabije toekomst een vergelijkbaar systeem operationeel zal zijn in een baan rond de aarde. Dit systeem zal waarschijnlijk de Orbital Shuttle Service vervangen. Morgen gaat op het eiland Atlanta de top van de Raad der Grootmachten van start. Dit artificiële eiland is vandaag precies 20 jaar het hoofdkwartier van de Raad. Het werd destijds gebouwd omdat er nood was aan een absoluut neutraal gebied. De belangrijkste aanwezigen zijn zonder twijfel de Westerse Unie en het Aziatisch Gemenebest. Maar er wordt verwacht dat het Islamitisch Kalifaat ook een grote rol zal spelen bij de besprekingen. Ook zullen de leiders hun eer betonen aan de slachtoffers van de grote energieoorlog. Deze oorlog, die nu bijna 900 jaar geleden is, heeft destijds aan meer dan de helft van de toenmalige wereldbevolking het leven gekost. En we voelen vandaag de dag nog steeds de geologische en klimatologische gevolgen van deze rampzalige gebeurtenis. Dit was Global News. Nog een prettige avond verder.